Hallo Waterman, ook voor jou gaan we natuurlijk 4 kaarten trekken. En de eerste die ik dadelijk tevoorschijn zal toveren, is de kaart die de algemene tendens voor 2018 zal aangeven. Dit is de eerste kaart, ik heb al flink zitten schudden. En dit is de koning van bokalen. En dat wil zeggen voor jou als Waterman specifiek, is dat je een beetje go with the flow zal moeten gaan in 2018. Probeer niet te veel te plannen. Probeer niet te veel dingen te dwingen of af te dwingen. Ga gewoon een beetje met de flow. Er zijn heel veel mooie ontwikkelingen te verwachten voor jou in 2018. Zeker als het gaat om vriendschappen, relaties, contacten met andere mensen. Maar je kunt sommige zaken gewoon niet afdwingen. Ga een beetje je gevoel na, ga een beetje je intuïtie na. En stel je ook soms passief op en soms juist wat meer op de voorgrond. En gewoon laat je leiden door je gevoelsimpulsen. Dat is eigenlijk wat deze kaart wil zeggen. En dan staat je wat dat betreft gewoon een heel mooi 2018 te wachten. Dus volg je gevoel, go with the flow en maak je niet te veel zorgen over dingen. Want ja, dat is ook een beetje het laissez-faire, laat het gaan, laat het los, laat het gebeuren. Dat soort gevoel, die flow, wordt van jou gevraagd voor het jaar 2018. De tweede kaart is liefde en relatie. Je hebt best wel een turbulent 2017 achter de rug als het om je relatie gaat. En het is heel goed om dit jaar weer de balans te gaan vinden in je relatie. Misschien hebben jullie elkaar bijna niet gezien in 2017 door alle hectiek en drukte die er was. Dan is het in 2018 heel belangrijk dat jullie weer tijd voor elkaar gaan vrijmaken. Hebben jullie juist elkaar constant op de lip gezeten in 2017, dan is het juist goed om ook af en toe eens iets alleen te gaan doen. Dat is namelijk de manier om de balans weer te herstellen. Het gevoel moet weer goed worden. Het gevoel moet weer positief worden. En dat is alleen maar goed te krijgen of te volbrengen door af en toe tijd voor jezelf te nemen, je partner ook zijn ding of haar ding te laten doen. En dan komt er een mooie balans die goed voelt in gelijkwaardigheid voor beide partijen. Ben je nog een single Waterman, dan ben je in eerste instantie niet echt op zoek naar een relatie. Je hebt op dit moment genoeg aan jezelf en je hebt ook best wel plezier met de vrienden die in je leven zijn, de collega's, de buren, familie, mensen om je heen. Dus er is niet echt een noodzaak voor jou om iemand tegen het lijf te lopen. Toch gaat het wellicht gebeuren. Dat zie ik ook aan dat zonnetje hier achteraan op de kaart. Alleen pas wanneer de tijd er rijp voor is. Wanneer jij er helemaal klaar voor bent. Wanneer je ook helemaal klaar bent met jezelf. En dan niet in de negatieve zin des woords. Maar meer dat je je goed voelt over jezelf. Een goed beeld hebt van jezelf. Waardoor een partner weer een aanvulling is. En geen invulling. Dus in die zin ziet het er mooi uit. En kom jij in balans en je partner in balans. En samen zijn jullie dan in een relatie, in een balans. Dus dat ziet er mooi uit voor jou in 2018. De derde is geld en carrière. Dat is de schildknaap van pentagrammen, of van pentakels wordt die ook wel eens genoemd. En het ziet er naar uit dat jij dit jaar een beetje in het zoeken bent naar de juiste baan, naar de juiste plek in je carrière. Van wat past nou bij mij, wat past niet bij mij. De kans is ook aanwezig dat jij meerdere banen hebt dit jaar. Dat je misschien via een uitzendbureau werkt of dat je probeert om voor jezelf te beginnen. Dit is namelijk een hele onderzoekende kaart. Deze schildknaap heeft een pentagram in handen. Dat is iets tastbaars, want pentagrammen horen bij het element aarde. En daar blijkt uit dat je heel erg aan het zoeken bent, aan het uitzoeken bent. Maar dat er ook je toch wel geregeld kansen aangereikt krijgt. En dan is het van belang dat je je gevoel volgt. Want dan pak ik weer even die eerste kaart van toen straks, die koning van bokalen. Heel erg van belang dat je je gevoel bij je beslissingen betrekt. Als Waterman ben je luchtteken. Hè? Dus dat is iemand die heel veel denkt en heel veel analyseert.
Maar als het gaat om je carrière en ook alle andere zaken en aspecten van je leven dit jaar in 2018, is het ook heel belangrijk om je gevoel te volgen. Want alleen door je gevoel te volgen, weet je dat je de juiste beslissingen maakt. Hoef je ook niet te twijfelen en kun je erop vertrouwen, dat is ook kleur geel, heeft met bewustzijn, maar ook met vertrouwen te maken, dat het allemaal op zijn pootjes terecht zal komen. Dus ik zou zeggen, heb vooral ook heel veel plezier met alle kansen die je krijgt. En op alle werkplekken waar jij de mogelijkheden krijgt om jezelf te ontplooien. De laatste kaart is die van gezondheid. En dit is wederom een bokale kaart. Er zit heel veel water in jouw kaarten, om het zo maar even te zeggen. Voor 2018, wat dus wel wil zeggen dat je iets met je gevoel en je emoties moet doen. Ja, moet niet, maar het zou goed voor jou zijn in 2018. Het kan zijn dat je in 2017 heel veel hebt meegemaakt, of de afgelopen jaren heel veel hebt meegemaakt, en dat je dat nog niet echt hebt kunnen verwerken. Het is goed als je op de een of andere manier je gevoelens zou kunnen uiten in 2018. Dat kan natuurlijk op verschillende manieren. Door er met een goede vriend of vriendin over te praten. Door er met je partner over te praten. Door het in een dagboek te schrijven. Misschien is het goed om een therapeut of een psycholoog te bezoeken. Misschien een alternatief genezer. Het maakt niet uit wat goed voor jou voelt en wat bij jou past. Maar het is wel belangrijk dat je een uitlaatklep vindt voor je emoties. Want als je het allemaal gaat oppotten, dan krijg je allemaal spanningen en stress of lichamelijke ongemakken. En dan ben je ergens waar je helemaal niet wilt zijn. Dus zorg ervoor, wat die kaart ook heel duidelijk aangeeft, dit jaar en ook die eerste kaart die ik toen straks heb getrokken, dat je echt wat met dat gevoel gaat doen, met je emoties. Hou het niet voor je. Probeer niet alles alleen op te lossen, maar deel het met mensen. Laat het stromen, laat het naar buiten komen. Dan zit je gewoon goed, gezond en opgelucht in je vel in 2018. En dat is natuurlijk iets wat een heel mooi streven is. Nou, ik wens je heel veel succes en een heel mooi 2018 toe. Ik dank je hartelijk voor het kijken en wie weet, tot ziens. Doei!